kan ik iets voor jullie doen? Hi, hello. We kwamen hier toevallig terecht. Hier terecht, omdat we zijn hier omdat we op zoek zijn naar de repetitie room. We liepen langs en we hoorden jullie spelen. En het is echt een waanzinnig nummer. Jullie kennen het nummer. Wat dachten we? Natuurlijk. Dus jullie willen een handtekening? No, oh no. We dachten alleen maar dat dit misschien een repetitieruimte was. Dat is. Nee, dit is geen repetitieruimte. Het is mijn garage en we repeteren hier sinds kort. Ik ben Leon, Maxime, Andreas. En Leon, Maxime en Andreas. Vera, ben jij ook lid van de band? Nee, ik ben gewoon een vriendin van iemand. En jullie? Wij ook. Ja. Wij zijn vrienden van elkaar. Ja, elkaar. Natuurlijk. Ik bedoelde jullie namen. Onze namen. Nee maar, wat een goede vraag. Zeg het maar, hoe heten wij? Zij heet Fausta. Fausta? Faustita, zeg ik vaak. En zij heet Rosa. Rosa? Maar iedereen noemt me Roxy. Noem mij ook maar Roxy. Goeie naam. Oké, Fausta, Roxy, aangenaam. Hi. Wat is er? What? Ken ik jou niet ergens van? No! Nee, impossible. Omdat, het is onmogelijk. Omdat we elkaar tot nog toe nooit ontmoet hebben. Wat denk